Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 11 van de Eredivisie en natuurlijk in de eerste ronde van de KNVB-beker. Laten we daar eerst even naar gaan kijken. Volendam verloor met 0-3 van Emmen en dat vond ik wel verbazingwekkend eerlijk gezegd. Rode JC Den Bosch werd 2-1, Apex Zwolle de Graafschap werd 4-1, NAC Breda speelde 1-1 gelijk tegen VVV, Almere City verloor met 0-2 van Go Ahead Eagles, AFC Heerenveen werd 1-2, GVVV Sparta werd 0-2, Fortuna won met 3-0 van Top Os en RKC won met 3-0 van Willem II. Dan hebben we speelronde 11 van de Eredivisie. Daar won PSV met 5-2 van FC Twente. Heracles speelde 0-0 gelijk tegen Ajax. Heerenveen Vitesse werd 1-2. AZ won nipt met 3-2 van PEC Zwolle. Sparta verloor net op de valreep met 0-1 van Feyenoord. NEC FC Groningen werd 3-0. FC Utrecht Willem II werd 5-1. RKC verloor met 0-1 van Cambuur en Go Ahead Eagles Fortuna werd 4-3. Dan gaan we kijken naar de ranglijst. Ajax staat nog steeds bovenaan met 26 punten. Dan komt PSV met 24 punten. FC Utrecht staat derde met 23 punten. Dan komt Feyenoord met 22 punten. Vitesse staat vijfde met 19 punten. Willem II staat zesde met 18 punten. NEC staat zevende met 17 punten. Go Ahead Eagles staat achtste met 16 punten. AZ, FC Twente en Cambuur hebben 15 punten. Dan komt Heerenveen op de 12e plek met 13 punten. Heracles staat 13e met 11 punten. RKC en FC Groningen hebben 10 punten. Dan komt Fortuna op de 16e plaats met 9 punten. Sparta staat 17e met 7 punten. En PEC Zwolle staat laatste met 4 punten. Dan is dit de voorspellers top 8. Er waren natuurlijk heel veel punten te verdienen door de KNVB-bekerwedstrijd. Maar Massimo staat nog steeds bovenaan met 101 punt. Maar de concurrentie komt steeds dichterbij. Jarno staat tweede met 96 punten. Dan komen Games for the Gamers en ik met 95 punten. Joey staat vijfde met 94 punten. Dan komt Stan met 93 punten. Colino staat zevende met 91 punten. En we hebben een nieuwe deelnemer in de top 8. Namelijk Hekkie020 met 90 punten. En hij is ook de weekwinnaar geworden. Hij had 17 punten behaald deze speelronde. Dan gaan we door naar de wedstrijden die we gaan voorspellen, namelijk de Champions League wedstrijden Dortmund tegen Ajax, Europa League wedstrijd Monaco tegen PSV, in de Conference League moet Union Berlin tegen Feyenoord en de Vitesse uit tegen Tottenham en AZ ontvangt als enige Nederlandse club thuis Cluj. Dan komen de wedstrijd voor speelronde 12. FC Twente ontvangt Heracles, een kraker in die regio. NEC moet tegen Heerenveen. Willem II ontvangt Sparta. PEC Zwolle moet tegen Cambuur. FC Groningen moet tegen RKC Waalwijk. Fortuna Sittard PSV. Feyenoord moet in de kraker tegen AZ. Vitesse tegen FC Utrecht. En als laatste wedstrijd hebben we zondag Ajax tegen Go Ahead Eagles. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je heel graag weer bij een volgende aflevering. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.